super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij op de donderdag om 4 uur. Ik ga vandaag echt iets heel leuks met jullie doen. Ik ga jullie namelijk meenemen naar Amsterdam. En ik ga de 10 allerleukste hotspots van Amsterdam laten zien. Ik heb dit voor jullie onderverdeeld in mode, eten en drinken. Het valt onder elkaar. Museums en uitgaan. Laten we maar beginnen bij mijn allergrootste passie, mode. Onder mode valt als eerste de X-Bank. En dan bedoel ik niet een gewone bank, maar de X-Bank. Dat is sinds 2016 geopend. Hier kan je mode, kunst, cultuur, alles van het Nederlandse DNA noemen ze het wel, bewonderen. Hier hebben ze echt hele mooie designerkleding. Voormalige kastbank van Amsterdam. En dit is te vinden in de Spuistraat. Houden wij nou net zoveel van schoenen en vooral sneakers, dan is Soulbox echt ook iets voor jou. Het is mijn favorietje sinds kort. Dit is een Duitse creatief slash innovatief modelabel en is ook nu sinds kort naar Amsterdam gekomen. Naar de nieuwe site Voorburgwal. En als je hier binnenkomt, wat je ziet is dat je via een mannendeur en via een vrouwendeur naar binnen kan komen. Vind ik sowieso al super gaaf. En als je binnenkomt zie je gewoon prachtige sneakers staan. Het leuke is ook dat daar omheen een heel conceptueel idee is bedacht. Laboratoriumachtige idee met zelfs van mist wat door die schoenen heen te zien is. En dan behoort ook bij mij tot het moderijtje Another Stories. Op de Heilige Weg in Amsterdam vind je deze. En hier vind je gewoon prachtige, basic, maar ja, luxe kleding. Ook is er make-up afdeling. Je ziet hier ook luchtjes en al dat soort dingen. Eigenlijk is het alles bij elkaar. En om het nog perfecter te maken, zijn er ook gewoon schoenen te kopen. Hoe gaaf is dat? En als we dan naar nog een van mijn favoriete onderdelen gaan, het eten. Dan kom ik uit op Dutch's. Dit is ook in de Spuistraat. Zit naast de X-Bank. En biedt een Nouveau Nussoise. Dat is een menukaart geïnspireerd uit Zuid-Frankrijk en de Italiaanse keuken. Als we eventjes in dit stadium doorgaan, dan komen we uit bij Mr. Porter. En dit is aan de overkant van de X-Bank, dus ook op Spuistraat. En vooral in de zomer raad ik het aan, want dan kan je gewoon buiten, heb je gewoon een swimmingpool. Hoe gaaf is dat? Was jij nou verslaafd aan Starbucks? Dan heb ik nu echt een veel leuker concept voor je. Dat is Coffee and Cakes, gevestigd op de Heilige Straat. En hier vind je echt fantastische koffies. Heel veel verschillende soorten. En natuurlijk heerlijke lekkernij voor erbij. En wat ook natuurlijk nog een pluspuntje is, dat je er gewoon super leuk zit. Een hele leuke hotspot die ik ook met jullie wil delen is de Samsung. Dit is ook op de Heilige Weg. En ik werd ten eerste super leuk geholpen. Maar het leuke hiervan is dat ze er desserts verkopen. Hier maken ze gezonde desserts van sesamzaad. Als je hier binnenkomt, dan worden gewoon een stukje voor je afgeschraapt. Kan je alle smaken proeven. En toen ik hier was, heb ik echt van alles geproefd. En ik ben echt betoverd door de smaak van karamel. En dan te geloven dat het gezond is. Ik heb er ook eentje gekocht. En je krijgt er zo'n leuk tasje bij. Dan krijg je het in van die blokken. En als je er dan een stukje af scheurt, dan heb je zo'n klein dingetje. En die smaak is zo ongelooflijk. Lekker. Het is echt niet omschrijven. Ik kan gewoon niet geloven dat dit gezond is. Maar ja, ze hebben me helemaal uitgedacht. En dat is het dus wel. En als jij zin hebt om een cultureel uitstapje te maken, dan komen we terecht bij Foam. Dit is een heel mooi pand langs de grachten van Amsterdam. En hier vind je allemaal verschillende exposities en tentoonstellingen. Waaronder nu de Black Box en Naked Nude. Uitgaan in Amsterdam is top. Dat is al wat ik jullie in mijn introductievideo heb verteld. En dan kan ik jullie naar Leidseplein sturen, omdat ik daar zelf heel vaak heen ga. Naar Nova, Club Social. Maar om echt een hotspot aan te raden, dan kom ik toch bij de Single. Op de Single vind je de Superclub. En als je hier binnenkomt, dan word je eigenlijk al verblind door de prachtig mooie omgeving. Hier krijg je gewoon beelden op de muur te zien. Dus dat is gewoon al een hele beleving als je daar staat. Ik heb nog een klein stukje genomen. En wil je nou ultiem chillen, relaxen als de zon schijnt, dan is natuurlijk een van mijn favoriete hotspots het Vondelpark. Je kan er eigenlijk al van alles. Je kan er hardlopen, fietsen, zonnen. Eigenlijk is Vondelpark gewoon een en al uitweg als jij gewoon zin hebt om gewoon echt eventjes bijvoorbeeld school los te laten. Ik heb jullie vandaag mijn favoriete hotspots van Amsterdam laten zien. En ik ben heel erg benieuwd of ik er nog wat mis. Want ik weet natuurlijk niet alle plekken. Ik weet er veel, maar niet alles. Dus weet jij nog iets leuks? Schrijf het dan eventjes in de reactie in de comments. En dan lees ik dat. En wie weet zie ik je daar een keer. Doe ook eventjes een blauw duimpje omhoog als jij dit leuk vond. En ben je al geabonneerd? Zo niet, doe dat dan nu. Want dat kan je gewoon doen door hier eventjes te klikken. En heb jij het filmpje van gisteren al gezien over Jane? Iets met
complimenten. Dat vinden we toch allemaal leuk. Dan moet je even hier klikken. En wil je mijn video zien van vorige week, dan kan je eventjes hier klikken. Het ging over wat er allemaal op mijn iPhone staat. Ja, hierbij sluit ik hem af. Doei doei!